Staat het niet op? Oké, goed. Nu is het wel gelukt. Blijkbaar moet je een speciale procedure volgen al voordat je je scherm kan delen. Dus 14 januari vandaag 2021, mijn excuses voor de vertraging. En ik ga het vanavond voornamelijk hebben over het vaccinatieproces en de vaccinatiecentra die we hebben. Of het vaccinatiecentra, toch zeker wat we voor onze gemeente hebben. En hoe dat eigenlijk opgesteld is. Eerst even over de regels. Hè. Nu, de regels, de algemene en bekende regels, die blijven gewoon geldig. Er werd de voorbije dagen wel al gecommuniceerd dat het automatisch verlengd is tot 1 maart. Maar daar wil ik toch wel even aan toevoegen dat het volgende week vrijdag, dat het nog eens een vergadering is, dat ze nog eens gaan bekijken of dat er eventuele andere maatregelen, versoepelingen of verstrengingen, of dat die volgende week worden of kunnen worden doorgevoerd. Nu, als ik het vandaag hoor, dan is men toch al bezig met bepaalde landen, of voor de UK eigenlijk, voor Engeland, dat men daar toch al wat strenger gaat zijn. Om mensen die naar België komen, dat die toch de nodige documenten moeten hebben ingevuld. Het aantal besmettingen is stijgend, hè, maar het is ook heel duidelijk. Hè, er worden een heel groot deel meer dat er meer testen worden uitgevoerd. Het aantal opnames in de ziekenhuizen en de sterftecijfers dalen. Die dalen nog altijd, maar minder snel dan in de voorbije weken. Men ziet daar een bepaalde stagnatie in komen. Zoals ik al gezegd heb, dat het ministerieel besluit blijft van kracht tot 1 maart. Maar er is een tussentijdse evaluatie op 22 januari, waar de huidige maatregelen onder de loep worden genomen. Men heeft de laatste weken vooral heel veel aandacht voor het verplicht thuiswerken. Er worden ook controles op de werkvloer uitgevoerd. Zelfs bij openbare besturen wordt dat gedaan. Dus niemand ontsnapt eraan. Die niet-essentiële reizen worden afgeraden. Ik ben benieuwd wat men volgende week of in de tussentijd gaat beslissen. Of dat daar nog een tandje wordt bijgestoken. Of dat men daar nog wat strenger gaat zijn. Die kans is toch wel heel reëel, denk ik. Sneller vaccineren indien mogelijk. Hè. Ik had eerst staan gewoon sneller vaccineren. Ik heb daar nog snel bijgevoegd indien mogelijk. Als ik vandaag het nieuws hoor, horen we daar dat er toch wel wat mogelijke problemen zijn met de leveringen van bepaalde vaccins. Dat er wat vertraging kan zijn. Nu, alles, hoe dat je het ook draait of keert, we zijn puur afhankelijk van de vaccins die we aangeleverd krijgen. De aantallen om dan een stap sneller te gaan schakelen om die vaccinaties te gaan toedienen. Er wordt ook meer getest, zoals ik al gezegd heb. Er worden sneltesten ingevoerd in de scholen om clusters snel op te sporen. En daarvoor wordt het CLB, die gaan daarvoor verantwoordelijk worden. Wat is de situatie in Ham en in België? Dat is een momentopname weer natuurlijk. Het is wat ik nog wel eens of één keer per week tracht te publiceren op de website om een klein beetje een overzicht te behouden van al de cijfers. Dus in Ham in de periode van 8 januari tot 14 januari waren er 7 besmettingen vastgesteld. In België dan voor de rest van 5 januari tot 11 januari werden er 14.600 besmettingen maar werden ook 310.168 testen uitgevoerd. Er werden van 8 januari tot 14 januari werden er 852 mensen opgenomen met COVID-19, maar werden er ook 981 ontslagen. Van 5 januari tot 11 januari waren er in totaal 370 overlijdens. Overlijdens die gerelateerd konden worden aan COVID-19. En op 14 januari lagen er 1937 patiënten opgenomen in het ziekenhuis, waarvan er 346 op intensieve zorgen lagen op die moment. Nog eens, dat zijn cijfers die elke dag wil evalueren en je kan op verschillende locaties kan je wel cijfers terugvinden, maar dat is weer gerelateerd over welke periode dat die cijfers lopen. Dus in sommige gevallen kunnen die cijfers hoger zijn, omdat ze over een periode gaan, bijvoorbeeld van 14 dagen. Deze zijn altijd, of meestal zijn die over een periode van 7 dagen geteld. Goed nieuws toch, denk ik, voor onze bewoners van Koham. En volgende week donderdag, als alles goed loopt, worden daar de bewoners van Koham, die worden dan gevaccineerd. Laten we het even hebben over de vaccinatiecentra. Er is een bepaalde voorgeschiedenis, we zijn daarmee gestart en we werken daarmee samen met de eerste lijnszone. En wij zitten, of Ham zit in de eerste lijnszone West-Limburg, dus het westen van Limburg.
En we krijgen, of het was het vooropzicht was eigenlijk om 2 vaccinatiecentra te krijgen per eerste lijnzone. In onze eerste lijnzone zitten Beringen, het Centrum Hamelea, Polsburg. Natuurlijk, omwille van het aantal inwoners, zou er 1 localisatie of 1 lokaal komen in Beringen. En zouden we 1 centrum organiseren, het Centrum Hamelea, Polsburg. Er zijn heel strikte voorwaarden aan die locatie. Een van die belangrijkste voorwaarden is dat het groter moet zijn dan 1100 vierkante meter. We moeten starten met 2 lijnen. Ik zal straks even uitleggen wat dat eigenlijk betekent, zo 2 lijnen in een vaccinatieproces. Maar je moet kunnen opschalen naar een mogelijkheid naar 4 lijnen. We starten met 2 en uiteindelijk, als het eigenlijk de bestellingen eigenlijk heel snel gaan binnenkomen, dan gaan we opschalen naar 4. Omdat we eigenlijk vrij centraal liggen tussen Leopoldsburg en de Tessenderlo, stelde ik voor dat we de Zille zouden kunnen gebruiken, maar die was intrinsiek te klein. Voor de rest zou die perfect kunnen dienen, maar we geraken, als we alle lokalen bij elkaar tellen, geraken we nooit aan die 1100 vierkante meter. En die zijn dan nog eens eigenlijk allemaal onderverdeeld. Ik denk dat we aan 800, 900 vierkante meter komen. Maar die zijn dan nog eens allemaal onderverdeeld in verschillende lokalen en in kleinere lokalen. Dus ja, dat was dus wel een probleem, vooral dat de grootte te klein was. Beringen had vrij snel een locatie gevonden natuurlijk. Die konden in B-mine, in een van de oude lokalen van de mijn, konden die terecht. En dan zijn we terechtgekomen in Leopoldsburg. Daar zijn een aantal gebouwen die leeg staan van het leger. En dat is de Millshop, waar dat vroeger, ik denk dat dat daar een lokaal was waar het materiaal, de kledij, et cetera, lag van de militairen die ze daar moesten komen halen. En dat stond eigenlijk leeg. En dat is eigenlijk gebruikt tot 31 januari van vorig jaar. En dat betekent dat dat was niet vochtig, dat was eigenlijk nog verwarmd. Alle infrastructuur stond daar nog in die hal. Dat waren dus de 2 localisaties die we dan voorgesteld hebben, Leopoldsburg en Beringen. Dan hadden we natuurlijk Ham en Tessenderlo nog. Die moesten op een van de 2 moesten die aansluiten. En wij sluiten aan bij Leopoldsburg, terwijl dat Tessenderlo aansluit bij Beringen. Nu, waar ligt dat ergens, de Millshop? Dat ligt eigenlijk op de baan naar Hechtel. Hè. Je hebt het rondpunt in Leopoldsburg. Hè. Je hebt hier het gemeenteplein waar het de markt is. Je rijdt eigenlijk gewoon richting Hechtel. Je hebt het museum, het kamp van Beverlo. En dan de volgende straat linksin, ik denk een 50 meter, daar ligt dan de Millshop. Dus voldoende parking, vrij makkelijk bereikbaar. Was het voordeel van de Millshop? Ja, het is een lokaal met meer dan 2000 vierkante meter. Alle voorzieningen zijn daar voorhanden, er moet eigenlijk niks aan gebeuren. Er is voldoende parking en we hebben een tijdelijke halte daar van lijn 302. Nu, sommige mensen zullen zich afvragen, dus waarom gaan we naar Leopoldsburg en niet naar Beringen, het B-mine? Want voor mij is dat gemakkelijk. Nu, dus dat gaat niet. Dus men moet per postnummer moet men aansluiten op 1 centrum. Dus men kan niet zeggen van een gedeelte van Ham die gaan naar Leopoldsburg en een gedeelte van Ham die gaan naar Beringen. En dat heeft te maken eigenlijk met het aanleveren van het vaccin. Nu, een belangrijk element op die keuze naar Leopoldsburg was natuurlijk het openbaar vervoer. De lijn 302 die stopt aan het centrum in Leopoldsburg, want er komt een tijdelijke halte. Dus men kan gewoon afstappen, de straat oversteken en men kan het centrum bereiken. Beringen is op dat vlak veel moeilijker te bereiken. Men moet dan eigenlijk gaan overstappen. Ofwel moet men naar de Tessenderlo, ofwel naar Leopoldsburg om daar de bus te nemen naar Beringen. Dus dat is een stuk moeilijker. De Tessenderlo die sluit aan bij Beringen. En het is ook belangrijk, denk ik, dat we de aantallen van de 4 gemeentes, dat we die verdelen over de 2 centra. Ik wil nog even meegeven, ik heb alle mogelijkheden, ik heb het gemeten via Geoplanner. Met de wagen zijn de verschillen minimaal. Ik denk dat we nog kunnen zeggen dat het verdedigbaar is dat wij naar Leopoldsburg rijden om daar ons vaccin te gaan halen. Belangrijk voor mij was die bereikbaarheid via het openbaar vervoer. De mensen die geen wagen hebben, die dan toch met de bus tot daar kunnen rijden. Ik wil toch even meegeven dat het niet zo eenvoudig was. Als ik het andere ELZ-zones hoorde, waren die discussies toch wel vrij hevig. Natuurlijk wil iedereen dat in zijn nabijheid en elke burgemeester wil dat in zijn lokaal.
Ik wil toch even meegeven dat we dat in onze zone tussen de verschillende gemeentes absoluut niet gehad hebben. En dat we toch wel een constructief overleg gehad hebben tussen de burgemeesters van Leopoldsbrug, de Senderlo, Peering en Ham. En vrij snel een consensus hadden bereikt. Nu, hoe ziet dat eruit daar in die milkshop? Ik heb daar wat foto's getrokken als ik op bezoek was gisteren. Dus dat is de grote hal eigenlijk, hè, waar dat, nu staan er nog rekken, maar we zullen die platen worden daar weggenomen, maar die rekken blijven waarschijnlijk wel staan, omdat die een perfecte afleiding geven tussen de verschillende zones, waar dat die vaccinatielijnen zouden kunnen opstarten. Een gedeelte gaat dan natuurlijk ook, we moeten administratie doen, er moeten de mensen die er gaan werken, et cetera, die moeten ergens hun lokaal hebben waar ze of kunnen ontspannen of hun administratie doen. Het onthaal moet natuurlijk voorzien worden. Dus eigenlijk is die locatie, daar is weinig discussie over als je dat gezien hebt. En we hebben een perfecte medewerking van de landsverdediging daar, want ja, we hebben daar... ook de toezegging dat de militaire politie daar regelmatig gaat patrouilleren, omdat ook de centra zouden moeten beveiligd worden nu. We hebben daar verschillende deuren en het vaccin, of de plaats waar dat vaccin zal opgeslagen worden, is toch wel op een correcte manier beveiligd dan. En nu, we hebben dus een locatie. De locatie is bekend, maar ik moet eerlijk zeggen dat dat in het ganse proces een relatief makkelijk deel gaat zijn. Het is een enorm logistiek en HR, dus personeelsmatig project, hè, met enorm veel uitdagingen waar we voor staan en die we eigenlijk nog allemaal op dit moment niet hebben ingevuld. Wat bedoel ik met logistiek en inrichting? Dus je hebt verschillende, laten we zeggen, passages die je moet hebben op het moment als je aankomt in het op de locatie. Dus eerst heb je het onthaal. Dus wat ze daar gaan doen is het inchecken. Is de juiste persoon daar op het juiste moment? Daar moet personeel staan natuurlijk, hè. Dat zijn twee administratieve medewerkers voor 4 vaccinatielijnen. Er gaat ook 1 steward zijn voor mensen die vragen hebben. Men gaat daar ook aangeven naar welke vaccinatielijn de burger moet gaan. Dus het wordt duidelijk aangeduid. Er worden afscheidingen voorzien, personeel zit achter het scherm en er is een bufferruimte voorzien in geval van vroege vogels en mensen komen goed op tijd. Nu, er is enorm veel plaats daar, we gaan daar dus nooit geen samenscholingen krijgen. De mensen gaan ook uitgenodigd worden op een bepaalde dag, op een bepaald uur. Dus gewoon door die planning ga je al voorkomen dat er te veel mensen op hetzelfde moment op dezelfde plaats gaan zijn. Dus dat is eigenlijk het onthaal. De volgende stap is de administratie. Ja, die 2x6 vierkante meter is een beetje een guideline. Dus wat doet die eigenlijk? Die geeft ook weer informatie. Die gaan informatie geven over het vaccin, over de mogelijke nevenwerkingen. Want ja, weten, elk medicijn, als je dat open doet, daar zit een papier in. Ik weet niet of je dat al ooit gelezen hebt. Als je dat gelezen hebt, dan heb je al, niet meer geneigd om die medicatie te nemen. Maar er is altijd een minimale kans dat er een nevenwerking is. Die gaan ook de anamnese afnemen. Wat bedoelen we met anamnese? Dat is de bevraging. Dat heb je nog wel eens als je ook voor medicatie, is er geen contra-indicatie. En daar gaan we ook voor zorgen dat de nodige privacy voorhanden is natuurlijk. Hè. Dat niet iedereen daar die naast je staat, die zaken hoort die eigenlijk hem niet aanbelangen. Dan heb je ook de registratie. Dat is eigenlijk de registratie, dat komt het vaccin. Dan ga je ook dadelijk een afspraak maken of een tweede afspraak maken wanneer dat je moet terugkomen om het tweede vaccin op te halen. Dus dat gaat eigenlijk op dezelfde moment ga je die afspraak kunnen krijgen. Je krijgt ook het tweede vaccin, gaat ook hetzelfde vaccin zijn. Dus je gaat niet switchen van vaccin A naar vaccin B als tweede vaccin. Dus je krijgt hetzelfde vaccin 2 keer na elkaar. Daarvoor moet je medisch opgeleid zijn, dus die mensen die daar zitten, hè, zeker omdat zij ook informatie moeten geven en de anamnese afnemen, dan gaat dus medisch opgeleid personeel zitten. Waarom? Omdat zij ook de inschatting moeten doen van de contra-indicaties en het kan, of de kans is heel groot dat verpleegkundigen zijn, of toch in ieder geval paramedici die zaken goed kunnen inschatten. Eenmaal de administratie voorbij, dan kom je... Die moet daar tussenuit, die zit er te veel. Dan kom je bij de werking. De werking is de plaats waar het eigenlijke vaccin gaat toegediend worden. En dan ga je met lijnen werken. En we starten met 2 lijnen. En elke lijn heeft een type van vaccin. Dat kan zijn dat dat een ander vaccin gaat zijn. Normaal gezien niet, maar dat is altijd de mogelijkheid. Afhankelijk, weer, alles is afhankelijk van welke vaccins er wanneer en hoeveel er gaan geleverd worden.
belangrijk element daar is dat we wachtrijden gaan vermijden. Dus die mensen staan eigenlijk constant in communicatie met het onthaal. En die gaan aangeven aan het onthaal dat ze even moeten inhouden met mensen door te sturen, want ook daar willen we geen opeenhoping van mensen krijgen. De administratie en de vaccinatie die gaat daar perfect gescheiden zijn. En je ziet dat je dus eigenlijk 2 administratieven nodig hebt per 1 vaccinator. En ook daar wordt de privacy van de mensen uiteraard gegarandeerd. Dan heb je de vaccinatieruimte. Hoeveel gaan er daar zijn? We gaan ongeveer, of we schatten dat men 20 à 25 vaccinaties per uur kan doen. Er gaat 1 type vaccin zijn per vaccinatieruimte. Die wordt aangebracht vanuit de bereidingsruimte. Dus gebeurt op een andere plaats wordt het vaccin klaargemaakt. En het is nuttig altijd om een reserve vaccinatieruimte te voorzien indien er een noodzaak is. Eenmaal een vaccin gekregen, dan kom je in de wachtruimte. Dat is eigenlijk een soort, ja, een moment dat we vragen van nog even te wachten, een tiental, vijftiental minuutjes. Ik denk dat dat bij de normale griepspuit bij uw huisarts ook wel gebeurt, om eens te kijken van, loopt alles goed, zijn er geen problemen, ga je niet allergisch reageren op het vaccin. Dus er wordt gevraagd om nog een 10, 15-tal minuutjes te wachten. Dus dan gaan we extra stoelen zien, er gaat ook een mantelzorger zijn eventueel, over een begeleider die gaat meekomen, dat kan dus ook uiteraard. En er gaat eigenlijk altijd een opzichter in de buurt zijn, die gaat observeren of dat er nevenwerkingen zijn, en die gaat dan de stoelen ook ontsmetten op het moment als de mensen naar huis gaan. Goed, dat is het materiaal. Dus de ruimte die je nog zeker nog nodig hebt daarnaast is de... Ja, je moet ook een ruimte hebben voor de voorbereiding van het vaccin. Dat is toch wel een belangrijk element, omdat je verschillende dosissen uit 1 flacon kan gaan halen. Je hebt ook een EHBO-post nodig. Je moet ruimte hebben voor de berging, ruimte voor medisch afval en ook ruimte voor het personeel. Dus als je dat allemaal bij elkaar gaat tellen, dan zaten we in de Zille, zaten we dan toch met een te kleine ruimte om dat daar eigenlijk allemaal onder te brengen op 1 locatie. Hoe gaat dat gebeuren? Er moet natuurlijk ook personeel zijn. Je kan wel een ruimte hebben, je kan het materiaal hebben, je kan vaccins hebben. Een belangrijk element is het personeel. Het doel is van met 2 shiften te werken, dus met een vroege en een late, 7 dagen op 7. Dat is een enorme hoeveelheid van mensen die je gaat nodig hebben om die ganse periode, want het doel, of men vermoedt toch, dat de vaccinaties gaan lopen tot augustus, september. Dus dat is een heel lange periode dat je in die ganse periode mensen moet gaan voorzien. En dan heeft men eigenlijk een aantal vooruitzichten gemaakt van hoeveel mensen heb je nodig, wie heb je nodig en hoeveel vaccinatielijnen kun je dan gaan bemannen. Dus als je 4 vaccinatielijnen hebt, zie je daar hoeveel mensen dat je nodig hebt. Administratie, medische administratie, vaccinator, bereiders, opzichters, arts en coördinator. Dus in elk vaccinatiecentrum gaat altijd een arts aanwezig zijn. En voor een bepaalde periode gaat er ook een apotheker aanwezig zijn. Dus dat is een heel deel mensen die op hetzelfde moment aanwezig zijn, op het moment als je gaat gevaccineerd worden. En er is dus eigenlijk een goede begeleiding, goede medische supervisie op het moment dat die vaccinaties toegediend worden aan de mensen. Het is dus niet zo van binnenkomen, zitten, spuitje krijgen en naar huis gaan. Er is een heel proces dat er aanhangt. Wat is de volgorde van vaccineren? Waarschijnlijk heb je dat wel ergens gelezen ondertussen. Ja, we zijn ondertussen heel veel bezig met de woonzorgcentra en het zorgpersoneel. Daarnet hoorde ik op het nieuws dat er al bepaalde zorg waren dat de mensen in het ziekenhuis niet zouden op tijdig of niet tijdig zouden gevaccineerd worden. Maar nog eens, die plannen zijn gemaakt en alles zal afhangen natuurlijk van worden de vaccins tijdig geleverd, ja dan nee. Dus de woonzorgcentra zijn er al een heel deel van deze week. Een grootste deel gaat ook nog volgende week zijn. Dus januari, februari, de bewoners en het personeel van de woonzorgcentra die gaan aan de beurt komen. Daarna de collectieve zorginstellingen en hun vrijwilligers. Dan is het de zorgmedewerkers van de ziekenhuizen en de eerste lijns gezondheidszorg. En dan het niet-medische personeel van de ziekenhuizen en de zorginstellingen. Fase 1b, die zijn de 65-plussers, de risicopatiënten en de essentiële beroepen. Dat is de tweede groep, dat zijn de mensen met onderliggende gezondheidsproblemen. Ook mensen met essentiële beroepen, zoals de brandweer, politie, die gaan er eigenlijk aan de beurt komen. Nu, natuurlijk heeft de gemeente en Vlaanderen, die heeft wel
alle elementen, die weten waar dat iedereen woont, die hebben alle gegevens. Het element van die onderliggende gezondheidsproblemen, die worden uit een andere database gehaald. Dus dat zit niet in de gewone database van wat wij bijvoorbeeld op het gemeentehuis hebben. We weten iedereen wie dat waar woont in onze gemeente, maar wij weten niet de onderliggende mogelijke gezondheidsproblemen. Dus die worden uit een database gehaald van artsen, van gezondheidsmedewerkers, etc. Die kunnen dat dus uithalen. Dus die worden eigenlijk getrieerd uit een hele grote groep en die krijgen dus een aparte uitnodiging. En dan, ja, fase 2 is eigenlijk de rest van de bevolking. Dat is de grote groep. Wie, wat, wanneer? Ik schrijf daarbij onder voorbehoud. Eigenlijk is alles wat ik zeg nog, hè, want je ziet zelf hoe snel dat dingen veranderen. In deze tijd ook met de maatregelen soms heel moeilijk te volgen. Nu, deze lijnen liggen toch wel voor een groot gedeelte vast. Maar ik spreek nog altijd met twee woorden, ik ben een beetje voorzichtig. Ik hoorde net ook op de tv dat we moeten voorzichtig zijn en de mensen hoop te geven. Maar dit is toch wel algemene informatie dat ik jullie niet wil onthouden. Alleen de timing natuurlijk, nog eens, dat zal afhankelijk zijn van externe factoren die ik al zeker niet als burgemeester van een kleine gemeente al zeker niet in de handen heb. Dus maar hier zien we een klein beetje een overzicht van wie, wat, wanneer. Hoe gaan die uitnodigingen komen? Die komen van Vlaanderen. En die uitnodigingen die gaan komen via een brief, sms of een mail. De details, daar staan alles op, daar staat ook een telefoonnummer op. Dus via die uitnodiging krijg je registratie. En dan ga je moeten bevestigen, weigeren of aanpassen. Want ja, je krijgt natuurlijk een dag en een uur, past dat niet. Nog zeker voor mensen die gaan werken of andere zaken die op dat moment niet uitkomen. Je hebt dus altijd de mogelijkheid om een uur of een dag dat je die kan aanpassen. Er worden voorzieningen uitgewerkt voor wie nog niet mobiel is. Hè. Alle opties op dit moment worden onderzocht. En dan bedoel ik alle opties. Dus alle opties bedoel ik van, het kan met een taxidienst gewerkt worden. Het kan zelfs zijn dat er plannen gemaakt worden, hoor ik, straks is er een vergadering geweest, dat zelfs de huisdokters of de dokters bij mensen thuis kunnen gaan vaccineren. Dus alle opties worden onderzocht en dan gaat zeker dat iedereen op een deftige manier kan gevaccineerd worden. Dus mensen die niet in het vaccinatiecentrum geraken, daar zullen oplossingen. Daar hebben we de details nog niet van, maar dat gaat zeker de volgende dagen gaat daar zeker over gecommuniceerd worden. Ik denk ook dat de gemeente daar een belangrijke rol in kan spelen als mensen een probleem hebben om ergens te geraken. Of dat het de huisdokter zal zijn die dan wel de nodige informatie zal geven om bij jullie thuis of bij die mensen thuis dan de vaccinatie te gaan toedienen. Dus we zitten daar onderaan de schaal eigenlijk, hè, januari, februari, maart, april, ja, van april tot juni. Hè, dus we hopen dat in juni de algemene bevolking op het einde van juni toch zal gevaccineerd worden. Daar staan dan onder de verschillende leveranciers, ook dat is natuurlijk, daar heb ik een vraagteken bij gezet. Niet zozeer van of dat het die wel gaan zijn, maar wel of dat de vaccins er gaan zijn. En dan heel onderaan zie je van de woonzorgcentra tot de vaccinatiecentra en de bedrijfsartsen helemaal rechts, die dan de vaccinaties gaan toedienen. Goed, dat is een beetje de algemene lijnen van hoe dat een vaccinatiecentrum er gaat uitzien. We gaan, en dat is nog een beetje ter discussie hoe dat we dat gaan doen, een link plaatsen op onze website van de gemeente. We hebben heel veel vrijwilligers nodig. En dat gaat van geneesheren tot verpleegkundigen, maar ook tot algemene medewerkers. Waarbij dat we oproepen om, indien iemand interesse heeft, om zich in te schrijven. En je hoeft daar niet 7 dagen op 7 te zijn, maar de momenten dat je zou kunnen, dan wordt daar wel uiteraard rekening mee gehouden wanneer dat jij zou kunnen komen helpen. Maar dat wordt een van de volgende dagen, ga je dat terugvinden op onze website, daar gaan we zeker nog over communiceren. En dat kan je dan laten registreren om je hulp aan te bieden. Over de financiering, daar is nog niet over gesproken, ook nog niet over de financiering van de vaccinatiecentra, want daar zijn toch wel wat kosten aan verbonden, dan worden met voorschotten gewerkt en dan zouden de kosten daarna dat dan kunnen recupereren. Maar ik denk toch dat dat ook voor onze gemeente toch weer een behoorlijke belasting gaat zijn, financieel, om dat allemaal
op poten te zetten. Maar goed, ik heb daar absoluut geen probleem mee. We zullen wel budget voorzien, want dit is toch een prioriteit, denk ik, dat we op een professionele manier onze bewoners kunnen inenten. Ja, in de hoop van dat tegen de vakantieperiode dat we terug een normaal sociaal leven kunnen leiden. Ik zag er net al een vraag binnenkomen. Ik ben nog steeds thuis bij mijn ouders. Waar worden wij gevaccineerd? Ja, dat heb ik er straks gezegd. Er gaat zeker een planning komen voor mensen die ofwel er niet geraken, dat die thuis gaan gevaccineerd worden. Of het dan samen met die ouders kan, dat moeten we bekijken. Ik denk wel dat dat zal lukken. Dat is ook iets wat we op het moment zelf zullen moeten gaan bekijken. Kan ik op het vaccinatiecentrum in een rolstoel terecht? Ja, dat is geen probleem, hè, want ofwel ga je op de parking als je met de bus komt. Ik weet niet of die lijnbussen dat je daar met een rolstoel terecht kan, maar dat is eigenlijk allemaal voorzien. Er zijn geen trappen, het is allemaal verhard daar, dat is geen enkel probleem. Kan een huisarts ook inenten en zou dat eventueel thuis ook kunnen gebeuren? Ja, die kans zit erin dat dat ook kan. Alleen is daar de problematiek is weer het logistiek gedeelte van de vaccinaties. Hè. We weten ondertussen al wel, denk ik, dat die vaccins onder bepaalde omstandigheden moeten die bewaard worden. Die kunnen niet te lang op kamertemperatuur bewaard worden. Maar dus men is daar nog aan het kijken van op welke manier krijgen we die dan bij de mensen thuis, als de huisarts dat gaat doen, of de verpleegkundige. Dat moet nog uitgewerkt worden, maar er is zeker, het kan niet anders dat er een aantal mensen thuis zullen gevaccineerd worden. En daar zullen dan wel de gepaste maatregelen bij getroffen worden, dat iedereen dat tijdig gaat krijgen. Zo, dat was het een beetje wat betreft de vaccinatie en de vaccinatiestrategie. Daaraan koppelend wil ik nog eens even een aantal dingen meegeven. Wat betreft in Ham, hoe gaan we nu verder met evenementen? Mogen er dingen gepland worden? Mag er terug gesport worden en dergelijke meer? Nu, wat dat betreft zitten we nog altijd in dezelfde situatie als een paar maanden geleden. Dus dat is nog heel, heel, heel beperkt. Maar nog eens, we krijgen wel vragen binnen en we trachten die dan eigenlijk altijd te begeleiden. Te zeggen van, god ja, men kan het inplannen, men kan de nodige voorbereidingen treffen, maar ik zou er absoluut nog niet geen geld in investeren. Dus, want ja, op dit moment weet ik ook nog niet of dat het volgende maand mag of dat het in maart mag. En dat is een heel vervelende situatie, voor ons nog minder, maar zeker voor jullie, voor de verenigingen die allerlei activiteiten terug willen plannen. Maar ik hoop dat dat zo snel mogelijk kan en dan gaan we samen daar toch proberen een oplossing voor te vinden, dat activiteiten terug kunnen georganiseerd worden. Heel veel vragen zie ik wel eens komen over het papier ophalen. Daar wil ik toch wel eens even iets over zeggen. De papierophalen van de verenigingen die zijn geannuleerd. Nu, dat is niet onze beslissing, dat is een beslissing van Limburg.net. Die zeggen van, kijk, de regels zijn heel duidelijk. Op dit moment mag het nog niet. Het kan aanleiding geven tot samenscholing en we staan dat niet toe. Limburg.net is een intercommunale. Als gemeente hebben wij daar inspraak, maar dat is heel beperkt natuurlijk. Hè. Een intercommunale die vertegenwoordigt een heel deel gemeentes en die bepalen het afvalbeleid in de verschillende gemeentes. Nu, we zijn niet het enige dorp met die problematiek van het papier. Nu, waarom hebben we eigenlijk altijd gezegd, of waarom kunnen verenigingen zelf papier ophalen? Dat is wel vrij duidelijk, denk ik. Dat is voor een aantal verenigingen een heel belangrijke bron van inkomsten. Voor sommigen misschien om dingen te organiseren, om zaken te doen, maar die gaan er ook verder. Sommige verenigingen hebben echt wel nodig om hun dagelijkse kosten of hun maandelijkse kosten te betalen. Die hebben gewoon verplichtingen naar de bank toe en die hebben dat geld dus nodig. Dus die zitten sowieso ook al toch wel met het probleem dat ze daar die inkomsten op dat moment helemaal niet hebben. En dan krijgen we wel eens de vraag van, ja maar, laat een privéfirma dan het papier en de karton ophalen. Dat is toch vrij gemakkelijk. De gemeente moet dat organiseren. Jullie zijn daarvoor verantwoordelijk, want wij betalen voor Limburg.net. Nu, inderdaad, jullie betalen voor Limburg.net. Maar jullie betalen ook aan Limburg.net en niet aan de gemeente. Nu,
Als het gemakkelijk zou zijn, hadden we als gemeente nog heel snel of heel lang eigenlijk al een oplossing uitgedokterd. Maar dat is niet zo eenvoudig. De privéophaler bijvoorbeeld, die kunnen niet zomaar plots een gebied gaan overnemen. Die gebieden die zijn niet ingepland en gelet op hun problemen nu ook met COVID over beschikbare medewerkers en materiaal, kunnen ze dat zomaar niet plotseling gaan uitbreiden. Toch zeker niet op dergelijke schaal, omdat we niet alleen zijn in Limburg waar de verenigingen het papier gaan ophalen. Enkel wanneer dat we zouden beslissen van dat de verenigingen het niet meer moeten doen, en, ja, of een vereniging het niet meer doet en een andere vereniging gaat het niet overnemen, ja, dan kan het gebied natuurlijk uitgebreid worden door Limburg.net of die andere aannemers. Maar dan wordt er in functie van de grootte van het gebied ook geïnvesteerd in mensen en ophaalwagens. Dus men heeft gewoon op dit moment de capaciteit en het materiaal niet om plotseling te schakelen en te zeggen van in gans Limburg of in de gemeentes waar Limburg.net het afvalbeheer doet, gaan we dat nu een keer erbij doen. Dat krijgen ze gewoon niet geregeld op zo'n korte tijd. Een tweede element erbij is, dat zeg ik heel duidelijk, we gaan de verenigingen of sommige verenigingen niet droog zetten. Want dan komen die fundamenteel in een probleem om hun schulden af te betalen bij de banken. Die hebben geïnvesteerd in een infrastructuur en ja, die kunnen zomaar niet plotseling zeggen, ja, we gaan dat deel van het geld van onze inkomsten gaan we aan de kant zetten. Dat kunnen we ook niet maken. Dan komt er de vraag, ja, maar kan er dan geen container geplaatst worden waar de burgers het papier en het karton naartoe kunnen brengen? Dat is natuurlijk ook een optie. Die vraag hebben we ook gesteld aan Limburg.net. Maar daar zitten we meer op de wetgeving. En de wetgeving die is heel duidelijk. Dat een tijdelijke plaatsing van een container die niet gekoppeld is aan een huis-aan-huis inzameling, dat is gewoon niet toegestaan. Dat mag niet van de wet. Plus, dat moet je ook begrijpen natuurlijk. Zo kun je zeggen, ja, maar laat die dan daar een week, twee weken, drie weken staan. Er zijn zoveel containers, zijn er zelfs niet voorhanden. Ga je ze alleen één weekend daar zetten, dan heb je wel het probleem, want dat weekend gaan er heel veel mensen op dezelfde dag of hetzelfde weekend, op die moment gaan die hun papier naar daar brengen en dan heb je wel een mogelijke samenscholing. Dus ook daar zegt Limburg.net van, nee, wij leveren geen individuele containers bij verenigingen die daar blijven staan, zelfs niet voor een weekend en al zeker niet voor langere perioden. Dus we zitten daar wel met een probleem. Nu, goed, ik vraag daar toch, dus een van de vele ongemakken waar we op dit moment mee zitten met COVID-19. Zelfs de containerparken zijn een tijdje gesloten geweest. Dat was nog een groter probleem. Dus ja, je zal toch op een bepaald moment eens naar het containerpark moeten. Mensen die moeilijk te benen of die naar het nieuwe containerpark geraken, vragen een keer aan je gebuur. We hebben al die solidariteit al gehad bij COVID op dit moment, de voorbije 9-10 maanden eigenlijk al, waarbij mensen voor elkaar in de bres springen. Dan mag ik vragen dat, indien je echt een probleem hebt, vraag een keer aan je buurman, je vriend, of dat hij het papier dan toch niet meeneemt. Je gaat toch wel eens naar het containerpark om plastic of iets anders naar binnen te brengen. Laat dan je koffer ook vol met het papier van je buur. Dus op dit moment, ja, we hopen zo snel mogelijk natuurlijk dat de verenigingen, die staan ook te drummen of te springen om terug te starten, om het papier op te halen. Maar op dit moment kunnen we dat nog niet toelaten. En dan als laatste, twee zaken zou ik nog even willen meegeven. En ik ga dat ook telkens doen, niet alleen, want nu heb ik het over burgerzaken. Ga ik een aantal cijfers meegeven. Ik ga dat de volgende keer ook doen voor de andere diensten, wat die het voorbije jaar toch wel onder moeilijke omstandigheden hebben moeten presteren. Net zoals iedereen trouwens, hè. We zijn daar geen uitzondering in, maar het was toch niet altijd even gemakkelijk om dezelfde dienstverlening te geven aan de mensen dan in de periode voor COVID. Maar ik denk dat we daar toch goed in geslaagd zijn. En de mensen toch altijd de diensten kunnen stellen hebben. Nu, het voordeel dat we wel hadden, is dat we eigenlijk al met een afsprakensysteem werkten. Dus op dat vlak was het dan toch wel iets makkelijker, omdat mensen sowieso, we hebben op een bepaald moment die afspraken tijden iets verlengd, om te vermijden dat mensen te veel in dezelfde ruimte toekwamen. Dus, maar dat is eigenlijk wel vrij goed gelopen. Zo hebben we in 2020... Ja, bijna 6000 afspraken gehad. En je ziet het verschil met 2019. Dat is toch een aanzienlijke toename. Wat details heb ik daarbij gevoegd. Hè? Aanvragen strafregister 649, 615. Overlijdens. Dat wil ik wel eens even bij stilstaan. Dus in 2020 zijn er in hand 131 overlijdens. Als je dat vergelijkt met vorig jaar, zou je zeggen van, dat zijn er toch wel een deel meer.
Maar ik denk dat we in 2019 iets onder de normale cijfers zaten. Want als je naar 2018 gaat kijken, komen we op 128 uit. Dus in vergelijking met 2018 komen we nu op 131. Dus ik denk dat we die COVID-periode toch vrij goed doorgekomen zijn met 131 overlijdens. Elk overlijden is er uiteraard één te veel. Maar we hebben geen exponentiële stijging van het aantal overlijdens ten gevolge van COVID-19. Huwelijken. We hebben er in 2020 toch 40 gehad. Waarom heb ik dat in het rood met een uitroepteken gezet? Als je ziet, vorig jaar 52, het jaar ervoor 44. Het was niet zo eenvoudig, hè? Vorig jaar of in 2020 huwen. Want het was een droge bedoening. Hè? Vanaf vrijdag 13 maart gingen de deuren dicht. Er kon bijna niks meer. We zagen dan in de eerste helft, of toch in de eerste periode, zagen er heel veel mensen die zeiden, ja, we gaan het uitstellen naar een later moment. Maar dat later moment, dan ging het ook weer niet. En dan zagen we in oktober, november, december toch plotseling weer een stijgend aantal mensen zeiden van, ja, oké, we gaan er niet op wachten en we gaan toch huwen. Dus ondanks alles zijn er vorig jaar toch 40 koppels in het huwelijk getreden. Dan nog wat uitsplitsingen, de echtscheidingen. De Belgische nationaliteit, het wettelijk samenwonen, het stopzetten van het wettelijk samenwonen, het dossier vreemdelingen, verhuisdossiers, persoonsgegevens aanvragen en we hebben in 2020 117 geboortes gehad. Nu, je ziet daar natuurlijk die aantal afspraken, dat is een stuk hoger, maar ik heb er alleen de belangrijkste uitgehaald en je moet ook weten dat voor sommige zaken moet je verschillende keren naar een afspraak maken op het gemeentehuis. Dus als je die allemaal gaat bij elkaar tellen, ga je natuurlijk niet aan die 5.981 komen. Nu, van die bijna 6.000 zijn er een heel deel toch nog van mensen die gewoon binnenkomen en dan toch verder helpen. En dan ook de mensen die aan het onthalen gewoon hun pas komen halen, die zijn er zelfs ook nog niet bijgeteld. Dus we hebben eigenlijk toch wel een heel deel mensen kunnen helpen voorbij een jaar. We hebben geen daling gehad. En we hebben eigenlijk ook heel weinig klachten gekregen van mensen die zeggen van de dienstverlening van de gemeente Ham tijdens de coronatijden zijn toch echt erbarmelijk geweest. Die boodschap hebben we toch zeker niet gekregen. En dan als laatste de huwelijksjubilarissen. Zien we van 25 jaar gehuwd, vorig jaar 32, 38, 50 jaar, 22, 60 en 65, 5. En we hebben er zelfs één koppel gehad vorig jaar dat 70 jaar gehuwd was. Ook voor deze mensen was het een droge, sombere bedoening. Ze hadden meestal wel feesten gepland, maar die omwille van corona zijn die feesten ook niet doorgegaan. Ook de bezoeken die wij gepland hadden bij de jubilaris, ofwel ontvangen we de mensen, ofwel gaan we aan huis, die zijn heel sober verlopen, hebben al zeker niks meer ontvangen op het gemeentehuis. En de rest ga ik gewoon van op afstand de korf en de fles en de envelop afgeven, een goede dag zeggen, met de boodschap dat als het beter wordt, ik zeker nog een keer terugkom en binnenspring om iets te komen drinken. Dat is eigenlijk alles wat we kunnen doen op dit moment. Nog eens een sober periode, maar we kijken er allemaal naar uit, toch zeker met wat ik in de beginperiode of in het begin van de slides gezegd heb met de vaccinatie en het vaccinatiecentrum en de strategie, dat we daar snel gaan doorkomen en dat we terug in een normaal of in een normaler leven kunnen, een sociaal leven kunnen eindigen. Goed, dat was een beetje mijn betoog. Ga eens kijken wat er hier nog niet specifiek vragen binnengekomen, zie ik. Nog eens, als je vragen hebt, blijf daar niet mee zitten. Je kan mijn telefoongegevens, mijn mail kan je perfect terugvinden op de website van het gemeentehuis. Bel mij op, stuur mij een mail, dan kan ik er altijd op antwoorden. Op het moment dat je zegt, van ik wil een persoonlijk gesprek, ik heb geen zitdagen op dit moment op woensdag. Normaal gezien heb ik woensdagavond mijn zitdagen. Maar dan geef je gewoon een telefoontje en dan spreken we iets af. Dus maar blijf absoluut niet zitten met uw vragen. Er zijn er misschien nog heel veel nu na deze sessie. Dus ik hoor het wel als jullie er bijkomende vragen over hebben. Goed, ik zie verder geen vragen binnenkomen, dan kan ik deze sessie afsluiten. Nog eens mijn excuses voor het de begin. Het was de eerste keer dat ik echt een scherm moest delen, maar dan moet je klaarblijkelijk
eerst delen en dan je live sessie starten. Dat weet ik dan weer voor de volgende keer. Ik wens jullie allemaal een goede avond. Ik hou het mee in de gaten. Hou de website van de gemeente en de Facebookpagina van de gemeente in de gaten als er nieuwe informatie moest komen. En als er echt fundamentele wijzigingen komen of er opnieuw informatie komt waar ik van denk van goed, dit moeten we toch even meedelen, dan plan ik terug een sessie in en dan gaan jullie zeker nog van mij horen. Goed, ik wens jullie nog een fijne avond en een goed weekend. Tot ziens. Dag.